Ik begin altijd met friet. En jij? Sowieso niet. Altijd burger. Je het plakt. Neem eens een hap. Doe eens een hapje nemen. Met die zware stem. Met een zware man. We eten al 3 jaar geen vlees meer. Wij zijn altijd 2 zielen, 1 gedachte. Een hond scheidt toch? Moet je ophouden. Hij heeft lekker scheidbroodjes gehad. Dit is voorbij. Hi iedereen. Welkom bij deze nieuwe video. Het is niet zozeer een vlog, maar we zijn net klaar met werken. Het is 9:15 in de avond. We hadden echt zoiets van koken. Nee, niet wel. Oké, ik. Maar goed, ik zei tegen je, je stond met klapperende, hoe noem je dat? Klapperende oortjes? Nee, het was even spreidende vleugeltjes. Zo woep, 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 ja, 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 kom. Je had er echt vet veel zin in. Dus het was niet moeilijk om jou over te halen. Grappig, jij kwam kwispelend binnen. Ja, kwispelend binnen. Wij zijn dus onderweg. En wij wilden KFC gaan eten. En toen leek het me wel leuk om dat te gaan filmen. Een mukbang samen met mijn man. En dan KFC. Omdat ze daar ook een vegetarische burger hadden. En lekkere maiskolf. En klemtoon op hadden. Ik dacht, ja, met de klemtoon op hadden. Ik dacht, dat is wel leuk. Dan kunnen we een mukbang opnemen. En dan lekker KFC eten. Alleen stonden we daar in de drive. En de vegetarische burger is er niet meer. Als in, het was tijdelijk. Nou, hoeveel meter verderop? Hoeveel is dat? 0,5 kilometer verderop? Is toch een gele M. En toen zei ik, nou, zullen we dan maar gewoon een emmetje eten? Een emmetje, ja. McDonald's. Maar ja, voor mij is het een beetje boring. Want ik ga gewoon wederom mijn McChicken Vega eten. Maar volgens mij hebben ze een variant daarvan. Dus die heb ik volgens mij nog niet eerder gehad. Toch? Ze hebben toch 2 Vega chickens nu? Anyway, dat ga ik even checken. En ik doe een visfilet vandaag voor de verandering. Met als tip van een van mijn trouwe kijkers. Eet hem andersom. Want dan plakt hij niet aan je tanden. Want die McChicken of die visfilet, die plakt toch zo aan je tanden? En als je hem dus andersom opeet, is dat dus niet meer het geval. Ik heb daar echt geen last van gehad. Nee? Gaat gewoon zonder probleem. Ik koud ook niet gewoon. Gewoon allerlei. Ja, jij slikt het gewoon door. Jij koudt niet eens. Dus we gaan nu de drive in. Goedenavond, welkom bij McDonald's. Wat bestelling alsjeblieft? Ja, bestel maar. Ik ben echt zo benieuwd naar die homestyle. Ja, top eten te maken. Ik heb nog een hele fijne avond. Dankjewel. Jij hebt echt een dope stem, man. Sorry? Jij hebt een mooie stem. Een mooie laag stem. Ik ga ook oefenen. Hoe je hem dan nadeed is dan weer lullen. Een hele mooie, beetje Elvis Presley stem. Anyway, je snapt toch wel wat een mukbang is, Sjoe? Sjoe, ik heb toch al een mukbang met je gedaan? Oké, dat je dan ga je gewoon kletsen over wat je eet. Ja, je luistert natuurlijk weer je voice memo's niet af. Want je zat alweer met je bek achter de PlayStation. Hè? Ze is nieuws tegenwoordig. Zit je nou raar te praten, man? Ga je zit elke dag even sowieso te gamen. Dat is helemaal nieuw. En dan zit hij online te voetballen. En dan gaat die persoon aan de andere kant. Zet dan op pauze. En dan is Ryan gefrustreerd. Die mensen moet je echt vermoorden gewoon. Ja, dag. Wist je dat die prik, hè, die is best wel snel uit die cola. Dat komt door die ijsblokjes. Ja, is dat zo, ja? Ja, dat wist ik niet. Dat wist laatst ook iemand met de vertellen. Jezus, wist je dat niet? Oké, we gaan even kijken waar we die vlogcamera neer gaan zetten om lekker te eten. Alright. Begin jij met hamburger of friet? Nee, ik begin altijd met friet. En jij? Sowieso niet. Altijd burger. Grappig. In de vorige mukbang zei ik dat dus. Anders worden mijn frietjes worden mijn frietjes koud. Ja, nee, je frietjes ja, koud. Ja, mijn burger koud. Je burger koud, ja. En deze burger moet je heet eten toch? Ik zei precies dit. Toen ik met Fred het aan het filmen was. Fred eet ook eerst de frieten. Maar dus daarom plak mijn tanden, want ik doe het altijd zo. Ja, en draai hem nou zo om. Het plakt, neem eens een hap. Doe eens een hapje nemen. En dan plakt die burger. Ja, gewoon normaal. Dan plakt als het goed is die burger op je tanden. Doe eens. Dat heb ik altijd. Jij niet? Jawel, het is een beetje plakkerig. Snap je? En eet hem nou eens andersom. Voelt het dan minder plakkerig? Ah, oh, een lekkere chido. Heerlijk. Wat neem je dan weer te grote happen? Je weet toch, ik ben altijd gierig. Doe rustig. Dan moet je een beetje afleren. Eet rustig. Mm. Kauw ook gewoon minstens 15 keer per hap. Het is van jou. Ik eet gewoon omdat mijn haar. Zo. Is die man zijn balhaar, zag je net? Nee, is mijn eigen haar. Gadverdamme rij. Met die zware stem. Met die zware bal. Wat vond je nou van de visfilet? Wat is jouw eerlijke mening over dit burgertje? Dit is een van de lekkerste broodjes, want dit is gewoon heel zacht.
Ja, daardoor plakt het dus. En het broodje is zacht, maar het is weer krokant. Dus hoor je echt hoor je zo'n... Een beetje die vissticks vibe van vroeger, van Iglo. Mm-hmm. Eet je dan nu je veggie chicken of eet je dan nu wel eerst de friet? Veggie chicken wel. Een hele rare. Heel raar, ik ben wel echt benieuwd wat de meeste mensen doen. Jij hebt een veggie chicken. Heb ik die? Zie je, gaat me alweer stress. Nou, misschien er zijn ook wel heel veel mensen denk ik benieuwd naar. Wij zijn, hoe lang geleden zijn we gestopt met vlees eten? Is dat inmiddels al bijna 2 jaar? Drieën? Wow, langer. 2 jaar helemaal niet. 2 jaar geleden zijn we getrouwd. We eten al 3 jaar geen vlees meer. Het is wel grappig om te zien dat zoveel mensen om je heen ook geen vlees meer eten opeens. Ja, je ziet veel mensen toch veranderen daarin. Je hoort veel meer telkens. Zeker ook wel mensen die het nog steeds doen. Moet je natuurlijk ook zelf weten. Maar wij voelen ons er echt heel goed bij. Mensen die met chicken eten. Vroeger, de allereerste McChickens. Dat is hetzelfde als de McChicken veggie. Die is gewoon lekkerder. Dus op een gegeven moment hebben ze die McChicken aangepast en die was gewoon niet meer lekker. Dit is zo schattig. Precies dit vertelde ik ook in mijn vorige mukbang. Oh, echt? Ja, wij zijn zo hetzelfde. Wij zijn altijd 2 zielen, 1 gedachte. Dat is bizar. Dit is nou een heel oppervlakkig dingetje hoor. Maar ook in real life gewoon met ook diepgaande dingen hebben we heel vaak dezelfde gedachten. Soms hoeven we ook niet tegen elkaar te zeggen. Gewoon eigenlijk 1 blik is al voldoende. En dan weten we gewoon wat's up. Ik denk dat is dat misschien niet onze kracht? Team. Ja, we zijn een team. We vormen een team. Maar nu even niet hoor. Nee, ik ben nu wel heel gretig. Je bent een team met ik je veggie. Ik ben een team met mijn veggie burger. We hebben echt oorlog, want alles valt uit elkaar. Ah, je hebt hem alweer bijna op, joh. Maar god, wat is jouw eerlijke mening over deze? Ja, je hebt het eigenlijk net gezegd dat hij nog lekkerder is dan die ding van vroeger, maar... Als in eerlijk, je proeft niet dat dit nepvlees is. Toch? Dat vind ik dus heel bijzonder aan deze. Ik zou het eigenlijk een keertje moeten ontleden om naar te kijken wat er echt in zit dan. Ja, wat soja of zo? Wat zit erin? Kijk wat ik eruit haal. Wat is dat? Heel veel. Huh? Een uitje? Ik denk ei of zo. Een ui? Kijk, dit haal ik uit mijn McChicken. Oh. Nou, ik weet niet of dit gezond is, maar... In Amerika was ik miljonair, denk ik. Oh, is dat ui? Nee, ik weet niet. Een ei of zo, denk ik. Een eitje? Ik denk het. Eeuw, dit is raar. En nu? Ik weet niet, joh. We gaan gewoon kijken. Als ik morgen dood ben, dan weet je het in ieder geval. Ik ga met chicken. Ja, ik kijk ook altijd naar mijn eten, hoor. Zeg ik heel eerlijk. Dat doe ik altijd. Hoe ik ook naar de grond kijk als ik loop. Ik ben wat dat betreft echt zo... Ik wil niet op slakjes staan. Ik wil niet in scheid staan. Ik kijk altijd naar de grond. Scheid, je had ook gewoon poep kunnen zeggen, zeg maar. Ja, maar poep en scheid is echt exact hetzelfde. Het is echt ranzig gewoon. Wat is daar het verschil aan dan? Een hond scheidt toch? Moet je ophouden. Lekker scheidbroodje, schat. Ik had dus vroeger een vriend, schat. Mijn ex. En die was gemaakt van scheid. Nee, zeker niet. Het was een scheidgozer. Scheidbak, nee. Die werd altijd boos op mij. Of niet boos, maar geïrriteerd. Omdat ik naar de grond keek als ik buiten liep. Nu ik dit zo zeg, bedenk ik me eens. Oh ja, dat vond hij altijd verschrikkelijk. Dat is toch raar. Ik had het nog nooit horen zeggen. Waarschijnlijk was het pas het vroeger. Daarom is het er vroeger op ging. Want dan ben je echt niet goed in je hoofd. Nee. En jij weet wie of we dit hebben, hè? Vroeger vriend. Denk je dat hij kijkt? Ik weet niet. Nee, joh. Als je kijkt, denk je dat het slinkt gewoon dit. Ze hebben het gewoon over mij. Ja, dat wel. Ik zal zich wel aangesproken voelen. Nee, maar dat vind ik het mooie. En ga ik nou eerst mijn visfilet eten? En dan als laatste, friteros. Want die zijn dan een beetje afgekoeld. Want het is zonde als je friet... Je broodje moet gewoon warm zijn. Als het McDonald's broodje koud wordt, dan wordt hij een beetje smeuig. Dan stort hij in. Nou komt dat innerlijke kok komt naar boven. Ik zou beginnen met vis, maar dat is mijn mening. Ja, ik ben dus een weegschaal. En serieus, qua eten vind ik het heel fijn als Ryan tegen me zegt... Neem dit maar, of op deze volgorde. Waarom? Als hij thuis heeft gekookt en hij heeft weer een soort van sausje met een sausje gemengd. Met dan de groenten en bijvoorbeeld een zoete aardappel. En dan zegt hij, nee, je moet het zo eten. Dan combineer je dit met dit, met dit, met dit. En dan maak je er 1 hapje van en dat neem je dan in. En dan zegt hij... Dat is die dimensie. Dat is die dimensie. En dan doe ik dat. En dan is het ook super lekker. Dus inderdaad, wat voeren betreft, schat.
luister ik altijd naar jou en heb je altijd gelijk. Alright, visfilet, daar gaan we mee beginnen. Dementie, met een andere dimensie. En dan doen we hem andersom. Wacht, zal ik hem eerst even zo doen, dat ik ook weer voel dat het ook weer is? Hij plakt me. Ja, ik zie het, grap. Laat me even doen, niet zo vies, joh. Hij plakt aan mijn kiezen. Ja, fantastisch. Bij jou nu? Nee, helemaal geen last van. En aan je gehemelte. Bij mij heeft hij geen tijd om te plakken. Ja, nou zit hij helemaal geplakt door een tanden. Oké. We hebben hem omgedraaid. Oh my god. Hij plakt serieus niet. Nee, maar thanks voor deze tip. Je smekt wel gewoon in mijn oor erbij, grappie. Dus dat moet gewoon echt niet, zeg maar. Het is passies, als ik aan het smakken ben. Ik kan niet met mensen die smekken. Dat soort mensen. Je liegt, want je bent echt al 5 jaar met me. Nee, en maar ik jij. Smek. Nee, je smekt niet. Nee? Nee, want als je smekt, dan geef ik even een seintje van grappie. Dat we niet doen. Raya smekt ook soms hoor. Die corrigeer je dan ook. Raya die smekt binnen het mond. Ja, klopt. Gewoon zijn mond dicht en hoor. Klein hamstertje zo. Luca kan er ook niet tegen als je aan het geluid überhaupt geluidjes maakt. Dan wordt hij helemaal kriegel. Johnny ook niet? Johnny ook niet. Als ik hem bel bijvoorbeeld FaceTime, ik zit te eten. Bel je me nu terwijl je eet? Ja, ik spreek je later. Bel me later. En Fred smakt ook niet volgens mij. Nee. Fred spuugt altijd zijn eten uit. Eigenlijk vind ik dit wel heel gezellig. Na werk gewoon even in die auto. Even een drijfje gepakt. Homestyle. Hij heeft een soort van ander zakje. Papiertje eromheen. Wauw, ik heb super veel sla. Wacht, niet alles, want ik ga het ook zwaar uit me. Ik zie een andere kleur saus. Maar goed. Mijn man wil dus emigreren. Laten we daar maar even op doorpraten. Kan je misschien gewoon uitleggen wat je gevoel daarbij is? Ik wil gewoon niet zo'n opaatje zijn. Straks. Die nog steeds. Die wordt hulp van die mensen. Die nog steeds zeggen van. Ja, had ik maar verhuisd. Ja, dat had ik maar, wil jij niet. Vader had het laatst over. Ja, was ik maar toch al gaan naar Turkije. Ja. Lekker daar wonen, daar leven. Juist. Ik denk mijn mezelf, vader ook, Italië. Die mensen hadden zoveel mooier en veel meer plezier gehad in hun leven. Dan dat ze hun hele leven hier zijn gebleven. Mijn moeder is ook op late leeftijd pas weer teruggegaan. En die vrouw is alleen maar opgebloeid. Maar het is ook nooit te laat, hè? We kunnen het sowieso altijd het doen. Het is wel te laat. Want ik word al bijna 50. Nee, ja. Oh my god, ik ben echt een oude lul als man. Shoot. Wil jij uitstappen en gaan lopen? Ga lekker een jongere lul. Ik wil niet dat je dat zegt. Ik ben al bijna 50, man. Dat klinkt echt oud. Ja, nou. Als ik naar je kijk, ben je nog steeds een grappie. Wende maar aan, zou Anouk zeggen. Wende maar aan. Oké, terug naar de hamburger. Kippenburger. Heel lekker. Proef maar, ik ben echt benieuwd wat jij ervan vindt. Ja, het ziet er al veel te veel gras en saus en zo. Ja, pas op, nee, ik hou vast. Ja, pas op, want ik ga hier happen, maar dat druipt eruit. Jeez. Nou. Zo'n grote hap. Oh, dat is wel lekker aan. Eigenlijk is dat gewoon lekker. Goeie saus. Het is een beetje een barbecue-achtige kippending. Ja. Ik vind hem heel lekker. Kut. Ik vind hem echt heel lekker. Ik denk dat ik gewoon ga afwisselen. De volgende keer doe ik gewoon weer de original en dan. Hoe lang ben je? Misschien wel leuk. Mensen die volgen jou ook al een tijdje. Ze weten eigenlijk zo weinig van je. Is toch leuk? Laat het maar raden. Wie denkt? Ja, nou ja, maar ze hebben je nooit echt gezien, toch? Hoe lang denken jullie dat raar is? Ik kan in ieder geval zeggen, het begint met een 1. En zijn nicknaam is Lange R. En mijn nicknaam is Lange R. Lange Rijn. Lange Rijn. Dus doe een gok. Guess, please. Mm. Lekker? Mm. Als mijn vrouw het echt lekker vindt, dan heeft ze hier standaard, onder op de kin, hier tussenin, een glimmende streep. En dat is gewoon een kunst, want die hamburger komt echt niet te onder als je eet. Dus het is gewoon heel knap. Alleen hier een glimmende streep. Ja, waar? Het zonnetje gaat wel speciaal schijnen voor ons, joh. Altijd. Dat is een teken. Dat we naar het buitenland moeten verhuizen. Ja. Ik heb het wel altijd gezegd vroeger van ooit ga ik verhuizen naar een warm land. Mijn ideale droom is gewoon dat we hebben wel onze basis hier, familie en vrienden.
dat we wel ergens, al is het een klein hutje op een berg, dat we een soort van een huisje hebben in een ander land, dat we gewoon over kunnen komen wanneer we daar gaan zitten. Krijgen, want ik ga dan meer daar zijn dan hier. Geloof me nou. Ik heb enige wat ik nodig heb is internetverbinding. Ja. Tegenwoordig met werk, als je wifi hebt, ga je al heel veel doen. Ja. Waar zou je heen willen? Zou je in Suriname willen wonen of juist een heel ander land? Dat vind ik allemaal prima. Als ik 's morgens opsta en ik loop naar mijn toiletje, dan moet ik dit toch doen. Ik heb zelfs een wekker met vogels om het gevoel te krijgen. Ja. Maar je hoort ze nu ook, hè, hier bij ons. Nou ja, dat het nu even zomer is, maar straks niet meer. Nee. Een groot gedeelte van het jaar hoor je ze niet. Dat is waar. Laatste happie. Ene laatste happie. Hier ook. Zet ook trouwens lekker. Hier, van corona herstelde viroloog, die tweede golf komt er niet. Dus er komt geen nieuwe coronagolf? Ik hoop het zo. Ik weet het niet. Maar ik denk ook dat het niet gebeurt. Nee? Nee. Ik denk er echt totaal niet over na. Ik heb echt zoiets van, ik zie het allemaal wel. Ik laat het gewoon over me heen komen. Ik hoor het allemaal wel. Ik hoop het natuurlijk niet voor iedereen. Voor ons, voor iedereen. Voor gezondheid, maar ook voor het leven, de maatschappij. Ik hoop gewoon dat het vanaf nu, dat we met z'n allen weer... Maar als we zeg maar, als je kijkt naar de dam, zoveel mensen... Op een hoop en niemand is besmet geraakt. Niemand is ziek geworden. Nee. Al die stranden, al die kinderen weer naar school... Er gebeurt letterlijk niks. Niks. Nee. Het is toch wel een beetje apart. Hoe kan dat dan ineens? Nou, ze zeggen dat het heeft te maken met in een gesloten ruimte waar je dit continu die lucht in ademt met eventueel dat virus. Dus als je in ruimtes bent waar het luchtfilter gewoon goed is, goed gereinigd wordt, dus niet continu elkaars adem inademt, kun je hoogstwaarschijnlijk niet besmet raken. Dat is wat ze zeggen. Dus met elkaar een hand geven? Dat is wat ze nu zeggen. Er zijn ook heel veel virologen, zeg het? Viroloog? Ja. Heet dat zo? Een viroloog. Viroloog, ja, ze zijn natuurlijk nu helemaal op onderzoek die allemaal een beetje terugdrijven op wat allemaal uitgesproken is. Want het blijkt heel anders te gaan. En mondkapjes? Zeggen ze ook dat het... Het is wel verplicht in het OV, maar... Ze zeggen dat het virus zich niet zo lang staande houdt. Maar het zijn heel veel verschillende materies. Feit is, in de horeca, afgelopen week, stranden, restaurants, het was gewoon vol. En je ziet geen golf. En je ziet geen golf, dat is wel echt een heel goed teken. En we zijn toch als maatschappij, daar zijn we toch een soort van gewend om nu ermee te leven. Dus iedereen houdt toch wel rekening met. Ja, ik hou persoonlijk wel rekening. Ik zeg je heel eerlijk, ik ga niet echt... Nee, maar dat zeg ik, je houdt automatisch, hou je gewoon toch rekening. Ja. Maar gewoon weer een beetje het leven oppakken zonder al te gek te doen. Zou dus in principe gewoon prima kunnen. Nou ja, we gaan het gewoon meemaken. We gaan het gewoon zien. Ik vind wel dat de afgelopen periode mega snel voorbij is gegaan. Wij zijn eigenlijk nergens geweest. Alleen maar thuis en of op kantoor. En het is al weer midden juni. We zijn dan weer bijna zomer. En het begon in de winter. Toch? Het was nog geen lente. Het begon gewoon in de winter. Het was in maart. Toen de shows gecanceld werden. Kun je nagaan. Heel de lente zijn we soort van in lockdown geweest. Althans, wij sowieso. Bizar toch? Ja. Het is nog niet voorbij. Nee, het is nog niet voorbij. Maar ik word wel heel blij als ik zie staan. Er komt geen nieuwe golf. Zondag is dus die demonstraties van al die festivals, mensen, theater, artiesten. Ja, culturele. Het wordt echt heel sector. Groot. Ja. En als je toch steun wil brengen, dan is dat wel iets om toch te gaan kijken, snap je? Ja. Ik zit nu wel vol. Dat is altijd een gegeven moment, joh. Ja, maar gek genoeg bij de Mac, altijd een uur later, is het weer leeg. Is het weer leeg. Dus precies net de tijd dat we naar bed kunnen. Dus als we nu naar huis rijden... Oké, wacht, kijken of wij elkaar echt zo goed kennen. We hebben het er nog niet eerder over gehad. Wat gaan we doen als we thuis zijn? Zullen we tegelijkertijd zeggen? Happy Tail! We zijn bijna door het seizoen, of door het laatste seizoen heen. We zijn dus verslaafd aan... Niet verslaafd, we willen hem gewoon afmaken. Want het is wel een heftig verhaal, aangrijpend verhaal. De serie Handmaid's Tale. Handmaid's Tale. Met een S toch? Handmaid's Tale. En we zitten nu in seizoen... Oeh, moet ik mijn gordel omdoen. In seizoen 3. En dat is tevens het laatste seizoen. Dus ik ben heel, heel, heel benieuwd. Ik ga snel mijn gordel omdoen. En het was super gezellig, schat. Ik ben blij dat jij... samen met mij lekker ongezond een Mackey hebt gegeten. Oh ja.
Dit snap ik ook niet. Waarom gooien ze die zakken hier op de grond terwijl daar gewoon een prullenbak staat? Het zijn gewoon ASO's, maar dat... ASO's, man. Thuis gooien we het. Ik vind het zo erg. Er ligt zoveel afval hier. Nou, lieve mensen, dat was een mukbang samen met mijn hub. Mijn hub. Husband. Anyway, vond je het leuk om te doen met mij? Vond je het gezellig? Ik krijg eten, dus het is altijd goed. Wil je nog iets, een boodschap meegeven aan al mijn lieve kijkers? Blijf strijden voor McDonald's. Lang leven McDonald's. Nou, meen je het? Nee, ik verwacht een boodschap. Laat me toch niet over de Mac, gewoon over jezelf, over het leven. Even een mooie afsluiter. Inmiddels ben je het wel gewend, toch? Camera op je bek. Mag ik? Mm-hmm. Of iets liefs over mij tegen mijn kijkers, zou ook wel leuk zijn. Doe maar. Ik luister niet, doe mijn oortjes dicht. In ieder geval, deze jongen zal niet lang meer in Nederland leven, jongens. Ik ga verhuizen naar de zon. En ik neem mijn vrouw mee. Let op, zie je dit kleurtje, moet je toch altijd hebben gehad. Oh ja, ik heb altijd een kleurtje. Joehoe. Lekker luister, net eens. Was dat het, ja? Dat was het voor vandaag. Niks liefs over je eigen vrouw. Oké. Okay. Nee. Nou. Die vraagt hoor. Met ogen vragen. Jezus, hou eens. Ik schrok er gewoon van. Sjoe, zullen we op drie het lelijkste gezicht trekken? 1, 2. Sjoe, op 3. Op 3. Hier komt die 1, 2, 3. Ik deed het niet. Ik doe het niet. Dag schat. Doei iedereen. Hoi. Dat doen mannen altijd, hè? Als ze over die kin gaan wrijven, dan doen ze een soort van smooth boy. Ja, zit zo. LL Cool J, smooth boy. Ja, weet je wat vrouwen altijd doen? Nou. En ook jij? Hm? Die doen altijd een lachje na het einde van de telefoon. Van hun zin, ja, klopt. Vermoeiend. Klopt. Oké, tot ziens, doei daar. Klopt. Dat doen heel veel vrouwen en ik ben daar schuldig aan. Allemaal een andere klank. Maar alleen als je met... Doei. Nee, maar niet als je met bekende mensen belt. Alleen met een soort van vreemde, toch? Het is toch een soort van spanning of zo. Even de spanning uitgesproken. Nee, oké, dankjewel, tot ziens. Ja, klopt. Het is heel raar. Stel je belt gewoon iemand van de Rabobank of zo. Of iemand van, weet ik veel, een of ander bedrijf. Oké, oh nee, is goed. Oh ja, dit is mijn mailadres. Oké, ja, dan zie ik het mailtje wel verschijnen. Oké, dankjewel. Doei. Het is zo raar. Eigenlijk toen jij me daar een keer op wees, had ik het pas door dat ik dat deed. Erg, hè? Alle vrouwen doen dat. Ja, let er maar eens op. Vrouwen, jullie doen het misschien ook, net als ik. Als in, heel veel vrouwen doen het. Ik denk echt niet iedereen, maar heel veel vrouwen doen het wel. Iedereen. Ja, alright. Want ik weet wat het is, ik let er altijd op. En dan zit ik te wachten en ik kom, nee. Komt er altijd. Nou jongens. We hebben allemaal een andere toon.